We krijgen hier een vraag binnen van Sebas over slaaprestrictie. Wat is dat nou precies? Nou, slaaprestrictie is eigenlijk een van de meest toonaangevende methoden om mensen weer te helpen slapen. Wat je doet is eigenlijk bewust mensen korter in bed te laten liggen, waardoor de slaapdruk toeneemt, ook wel de tijd dat je in totaal wakker bent. En door dus minder tijd in bed te verblijven, neemt de tijd dat je in bed ligt en de tijd dat je daar ook daadwerkelijk slaapt toe. Slaaprestrictie kan best stressvol zijn. Het kost veel discipline om echt pas laat naar bed te gaan. Dat kan soms pas om 1 of 2 uur 's nachts zijn, omdat je om 8 uur uit bed gaat. Dat is niet voor iedereen weggelegd om dat vol te houden. Een van de dingen waar wij bij Somnox naar kijken is het tijdloze slaapvenster. Wat je daar bijvoorbeeld kan doen is dat je wel bezig gaat met langer wakker zijn, door die slaapdruk op te bouwen, maar niet op de klok te kijken als je dan in bed ligt. Want er is niks frustrerenders dan 's nachts te zien dat je om 4 uur 's nachts wakker bent en daar gaat je hoofd met je aan de haal. Ik ben morgen niks meer waard, die meetings morgen gaan niet meer lukken. Dus haal de klok uit de slaapkamer en heb op die manier een tijdloos slaapvenster.